Wanneer je in de baan speelt, wil je een steeds betere concentratie opbouwen wanneer je de slag gaat slaan. Een goede oefening hiervoor is een goede pre-swing routine. Dat houdt in de routine die je doet voordat je slaat, zodat je op het moment van slaan de beste concentratie hebt en je goed concentreert op hetgene wat je wel wil doen in plaats van wat er om je heen gebeurt of wat je juist niet wil dat er gebeurt. Bij deze oefening gaan we werken aan een goede routine en is er altijd iemand bij je die jou probeert af te leiden van die routine. Op het moment dat jij kan concentreren als iemand gek doet naast je, kun je in de baan dat zeker doen wanneer dat niet gebeurt. Ik zal je eerst laten zien welke routine van mij het beste werkt. Ik ga eerst achter mijn bal staan, precies in lijn met het doel. Ik kies een puntje voorbij de bal, op ongeveer 30 centimeter voorbij de bal, precies in lijn met het doel. Ik zet mijn club naar het puntje, ik zet mijn voeten parallel. Ik pak mijn grip vast, ik kijk nog één keer naar het doel en vervolgens sla ik mijn bal. Tijdens deze routine mag mijn collega Niels, die komt er nu bij, die gaat mij proberen af te leiden totdat ik de bal sla. En het allerbelangrijkste eigenlijk is, alles mag, zolang het maar veilig is en zolang je maar je routine kan uitvoeren zoals ik dat wil doen. Wat ga je op mikken eigenlijk? Moet oppassen voor die bomen hier, hè? Er zijn best wel veel bomen. Hoor! Kijk, soms lukt het gewoon eventjes niet. Maar dat is in de baan ook af en toe zo. En dan moet je gewoon even stoppen en opnieuw beginnen.